Oké, nog even een korte demo van de Wacom, een tablet met een stylus waarmee je heel makkelijk je scherm kunt bedienen. Nou, ik heb even Precenter opgestart. Dat is een ook gratis verkrijgbaar software voor digiborden. En ideaal om mee te tekenen natuurlijk. Hè. Ik kan een potlood pakken of een pen, een bepaalde dikte, en ik kan gaan tekenen. Ik kan natuurlijk ook kijken wat er allemaal online staat bij ProEyes. Nou, bijvoorbeeld een mindmap over de lente. Daar gaan we. Een mindmap over de lente. Nou, daar kan ik waarschijnlijk dingen in aanpassen. Eens even kijken. Nee, ik hoef geen dingetjes te maken. Ja, lente. Oké. Okay. Nou, stel nu dat ik dat iets wil veranderen, pak ik even het toetsenbordje erbij. Lente in het land. Helemaal mooi. Toetsenbord weer weg. Nou, je ziet dat het aangepast is. Ik kan heel makkelijk slepen. Oh ja, wat ook leuk is, dan moet ik toch weer even tekenen. Let op wat er gebeurt. Ik teken hier. Als ik hem nu omdraai. Oh nee, dat werkt bij dit niet. Hey, dat is bij andere tekenprogramma's wel. Zo, als ik de stylus omdraai, dan gaat hij automatisch uitvegen. Hier moet ik gewoon het gummetje gebruiken. Ik zou in Paint Shop Pro zou ik dat kunnen laten zien en dan zul je zien dat dat werkt. Nou, ja, en zo kun je doorgaan, want er staat ontzettend veel online. He, weer een woordweb. Het is net alsof ze vandaag overal met woordwebben bezig zijn in de community. Zie je dat? Ja, dat is ook wel een analoge klok. Nou, noem het maar op. En vervolgens kan ik heel makkelijk met de stylus alles aanpassen en veranderen. Het beeld gaat naar achter mij op de beamer en ik hou mijn gezicht op de groep leerlingen die ik voor me heb. En dat maakt het werken wel heel mooi, want je houdt contact met je klas. Nou, dat was even een korte demo van de Wacom in combinatie met Precenter. Ik zal het nog even laten zien. Waar je een gratis account kunt nemen en waarbij je geweldig makkelijk en snel aan het werk kan met deze digibord software. Succes!